Welkom bij onze nieuwe vlog. En deze vlog gaat over stalmanagement. Ja. En we staan dus bij het hooi. Ja, ja. Even kijken. Hoi. Ja, ik ben hier nog niet zo goed in. Nou, Anne staat dus bij het hooi. Ik sta dus bij het hooi. En bij stalmanagement begint het natuurlijk eigenlijk allemaal wel bij voer. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dus dat je op tijd het voer aanvult dat het niet op is. Ja. Dat je goede hooi hebt, goede stro. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Dit is dus ons hooi. Ons hooi komt uit Duitsland. En daarom is het dus ook heel belangrijk dat we het op tijd weer... dat wij dat weer op tijd aanvullen. Omdat wij anders zonder hooi zitten. En ja, uit Duitsland is het niet zo 1, 2, 3 hier. Dan hebben we, kijk, we hebben hier dus ook heel veel liggen. Hè? Wacht, even kijken. Zo, zie je? Heel veel. En hier is stro. Hebben we ook altijd een voorraadje. En dan gaan we naar deze kant. En hier zijn onze voersilo's. Kijk. Ook hebben wij zaagsel. Daar hebben we ook altijd een voorraadje van. Maar bij ons staan ze eigenlijk allemaal op stro. Nou, dit zijn onze voersilo's. En hier kunnen wij dus in de gaten houden wanneer het voer op is. En dan kunnen wij dat aanvullen. En muesli en brok hebben wij. Wij muesli hebben en brok, ja. Trouwens, even voor de mensen die het willen weten. Ja. Wij hebben horsefood brok. En dat is de XP brok. En we hebben muesli omega 3 mix, power mix. Ja. Gelukkig staat erop. We gaan hier ook nog een keer een video over maken. Over ons voer. Ja, maar dat geven wij in ieder geval. Ja. En ja, dat is ook belangrijk natuurlijk dat ons voer gewoon op tijd wordt aangevuld. Want anders dan, ja, is dat ook een beetje lastig. Ja. Nou, nu gaan we door. Ja. Want het is heel belangrijk natuurlijk dat de paarden op tijd naar de hoefsmid gaan. Dus we gaan even naar onze stal trouwens. Het is heel belangrijk dat de paarden op tijd naar de hoefsmid gaan. Dus we hebben trouwens dat programma, hè, wat we in welke vlog hebben we laten zien? De trainings, de planning zeg maar. Daar heb ik een video over gemaakt. Nou, hoe wij een planning maken. Ja, dus daar komt ook een voor, maar dat is EQNM. En wij worden daar niet door gesponsord trouwens jongens. Dat hebben we echt, dat kopen we zelf. Omdat we daar heel blij mee zijn. Dus we hebben dat een keer uit mogen proberen. En ja. Het viel heel erg goed. Viel goed. Die geeft dus een melding als wij de paarden weer naar de smid moeten doen. Een week van tevoren. Dus kunnen wij de hoefsmid een berichtje sturen en dan komt die. Ja. En dan kunnen de paarden naar de hoefsmid. We hebben ook altijd een briefje op stal hangen. En we hebben ook een briefje op stal hangen. Daar ga ik nou naartoe. Kijk, dit briefje. En dat is ook handmatig dat we precies weten in welke week we het altijd even snel terug kunnen zien. Ja. Dus we doen het een beetje dubbel, maar dat vinden we makkelijk. Dus dat is ook heel belangrijk. Nu komt toevallig morgen de fysio. Ik weet dat wij niet iedere keer alle paarden naar de fysio doen, maar Vanti gaat één keer in de maand naar de fysio. En dan gaan de andere paarden gaan vaak om de 2-3 maanden. Ligt er een beetje aan of dat ze nodig zijn. Ja. Dus dat is dus ook heel belangrijk. Maar het is vooral heel belangrijk dat je alles goed plant. Dus dat je precies weet, en die week komt de hoefsmid en daar kan de fysio weer komen en daar heb ik wedstrijd en daar ga ik trainen. Dat je daar een beetje een overzichtje van hebt. Dat is ook een stuk, hè? Stalmanagement. Mag me even overnemen. Oh, mag me even overnemen. Stalmanagement hoort natuurlijk ook de planning maken bij. En dat geldt voor de hoefsmid, dierenarts. Wij laten ook onze paarden checken, meestal zo om het half jaar ongeveer. En tandarts bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Onze paarden worden één keer in het half jaar worden ze gecheckt door de tandarts. Dus dat is ook heel belangrijk. Dus de hele planning daaromheen, ook de weekplanningen maken, is allemaal een stukje stalmanagement. Wij doen dat zelf. Wij maken de planningen voor onze eigen paarden. Dus Anne voor haar paarden, ik voor mijn paarden, omdat wij dat zelf het beste weten. Ja, maar je maakt bijvoorbeeld begin van het jaar een wedstrijdplanning. Ja. En dan kun je daarop kijken van, oké, daar zou misschien een keertje, dan heeft hij een drukke periode gehad en daarna heeft hij een periode een beetje iets rustiger. Aan, dan kan ik een keer. Mama wil niet op de vlog. Een check laten doen. Dus dat je daar van tevoren wel over nagedacht hebt. En niet dat je denkt: oh chips, deze week heb ik het rustig. Vandaag kan iemand komen. Want ja, dat gaat natuurlijk niet. Nee. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat je daar van tevoren over nagedacht hebt. En dat je ze van tevoren al ingepland hebt. Dan nog meer een stukje stalmanagement: dat alles gewoon netjes en verzorgd is. Onze Theo, die is nou aan het vegen. Ja. Die is ons vandaag komen helpen. Dat is natuurlijk ook een stukje stalmanagement. Dat alles gewoon er goed verzorgd uitziet. Dat vinden wij heel belangrijk. Dat de bodem op tijd wordt gesleept. Daar hebben wij het geluk mee dat wij papa hebben. Want die doet dat voor ons. Ja, en het is vooral heel belangrijk. We hebben natuurlijk wel een schema. Dat we hem zo laat beginnen. Zo laat krijgen ze voer.
zo laat gaan we mesten, zo laat proberen we ook klaar te zijn. Daarna gaan we longeren en rijden. En het voeren op tijd en zo, dat is wel echt heel belangrijk. Maar het voeren is altijd bij ons op dezelfde tijd. Ja. En we proberen ook echt wel mooi regelmatig om de 2-3 uur en paarden je sowieso weer voeren. Of het nou wiel of krachtvoer is, maar dat het iedere keer elkaar afwisselt. We weten, het is bijvoorbeeld het beste om eerst wielvoer te geven, maar dat gaat bij ons niet. Nee. Want dan vind ik, voordat je dan echt aan de gang kunt. Dus bij ons krijgen ze wel eerst krachtvoer en dan pas wielvoer. Ja. Maar ze doen het best goed, dus ze hebben niks klaar volgens mij. En, oh ja, we hebben natuurlijk ook, sommige paarden krijgen hier luzerne bijvoorbeeld, die dus wel ietsjes, soms een beetje last van de maag of zo bijvoorbeeld hebben. Die geven we soms luzerne bij, omdat dat wel bijvoorbeeld scheelt. Ja, en daar gaan we ook nog tip van de week meer over vertellen in onze voorvlog, die ook binnenkort aankomt. Dus die kunnen jullie dan ook kijken, vertellen we ook iets over supplementen, et cetera. Heel belangrijk, enten jongens. Ja. Enten. Als je naar een kampioenschap gaat, zoals de Brabants kampioenschappen, worden er altijd enten gecontroleerd. Ja. Dus zorg dat deze op orde zijn. Als wij voor internationaal, het buitenland moeten zeg maar, een FEI-paspoort nodig hebben, dan heb je een FEI-paspoort en dan moet je om het half jaar enten. Ja, dus moet je, en als dat dus niet is gedaan bij je paard, moet je 2 basisentingen en dan om het half jaar enten. En dan moet je het bijhouden. Ja, bij de KNS is 1 keer in het jaar, hè? Ja, en bij de KNS is 1 keer in het jaar. Maar ja, als jij dus 1 keer, 1 dag te laat, dus 1 jaar en 1 dag, ben dan de sjaak. Ja. Dus je moet echt heel goed in de En dan kun je gewoon naar huis, want dat heb ik ook ooit gehad. Kun je gewoon naar huis en ze houden. En voor mensen die een vraag hadden, ik heb een wand die nu 150 gram op liggen. Ja, ja jongens, 150 gram. Oké. Ja, want dat is natuurlijk ook een stukje stalmanagement, dekens. Welke dekens doen we op? Wanneer doen we ze op? Hier gaan we een keer een speciale vlog over maken, dat we alles goed kunnen uitleggen. Maar dat is natuurlijk ook een stukje stalmanagement. Anna en ik doen dat samen. Wij krijgen, en we hebben natuurlijk ook onze groom, Lian, en die helpt daar ook heel goed mee. Die voelt ook wanneer paarden te warm hebben, te koud hebben, etc. Dat is ook een stukje stalmanagement, dat dat allemaal goed in de gaten wordt gehouden. Dan dat alles schoon is. Heel belangrijk. Daarom hebben wij Soleil aan het werk gezet. En maar wij hebben er ook nog al zelf mee gedaan. Ik heb nog van die oma handjes. Ik heb heel die rij gedaan samen met Axel, ook een lesplantje van ons. Die en ik samen helpen. Met Soleil die rij. Ja, dus het is niet zo dat we hun op gaan beulen, want we doen zelf ook meewerken. We doen het zelf ook. Als we het 1 keer in zoveel tijd doen, dan valt het best wel mee. Dan is het niet zo heel erg. En dan ook tuig checken. Regelmatig zadel bijvoorbeeld op laten vullen. Ja, zorg ook, dat je zadel goed blijft liggen en dat je hoofdstel en zo allemaal goed zit. Dat het allemaal in orde is. Want als je zadel niet fijn zit, dan is dat bijvoorbeeld ook niet fijn voor het paard. Dus dan weet je ook bijvoorbeeld de fysio en zo, al die dingetjes, dat is gewoon heel erg belangrijk. Bij ons is het namelijk echt zo dat de hoefsmid, de dierenarts, de fysio, dat is 1 team. En op mijn zadelpassen kent mijn fysio, dus eigenlijk gaat heel het cirkeltje rond. Waardoor de lijnen heel kort zijn tussen deze mensen, waardoor wij ook heel goed kunnen zorgen dat alles voor bijvoorbeeld onze paarden heel goed klopt. Ja. En dus van, ja, iedereen heeft zijn mening en uiteindelijk komt het zo bijeen dat het een perfect team is. Onderhoud, heel belangrijk, onderhoud. Ja, maar daar werd het meestal. Maar, dat zeg ik heel eerlijk, dat regelen wij niet. Wij moeten dingen zien die uit elkaar donderen of kapot zijn. En dan hebben wij Theo, de handyman, die ons helpt met bijvoorbeeld het wc-slot, aangezien iedereen hier vast zat op de wc. Maar dat is dus ook onderhoud, dat hoort er ook dus nog een stukje bij. We hebben het geluk dat papa dat voornamelijk bij ons doet. Het is ook voor ons anders ook een beetje te veel. En we hebben er ook geen verstand van, dus dat is ook niet zo'n slim plan. Dan hebben we nog iets. Nog 1 ding. Het werkschema. Ja. Dus wanneer komt wie werken? Nou, wij hebben het geluk dat wij er iedere dag mogen werken. Wij mogen iedere dag mogen werken. Af en toe maar bijvoorbeeld Lian helpt ons 5 dagen, 5 ochtenden in de week. Dus onze groom, zeg maar. Ja, en dus 2 dagen moeten wij helemaal met z'n tweeën doen. Hebben wij vaak geluk dat wij dus Theo, die net er was, komt helpen. En of Theo Steph. Komt ook soms Lian helpen. Ligt er een beetje aan. Dus vandaag gaan wij zelf trainen. Dus nu zijn wij alles snel aan het rijden. En dan gaan wij straks trainen. Dus dan kunnen wij niet helpen met mesten. Dus dan gaan hun met z'n tweeën mesten. Maar als we gewoon thuis zijn, dan kunnen wij ook gewoon mee helpen mesten. Zijn we snel klaar. Kunnen we paarden mee helpen buiten zetten. En dan gaan wij daarna rijden. Dus dat is een beetje onze dag. Ja. En dat is echt gewoon, ja, het hele stalmanagement komt er natuurlijk ook bij kijken. En dat, ja, geldt ook. Je hebt natuurlijk ook nog het financiële stuk ervan, hè. Maar dat doet bij onze stalmanager niet. Dat, ja, soort van, ik doe dat. Maar, dat wil je niet weten. Nee, dat wil je niet weten. Maar dat geldt natuurlijk ook facturen maken en zo. Ja, de stalmanager regelt dat niet echt. Maar die neemt er iemand voor aan.
Ja. Of zo, zoiets. Nou, maar in ieder geval moet de factuur dat deel, het zakelijke deel hebben we zeg maar nu niet over gehad. Daar hebben we een beetje achterwege gelaten. We hebben het puur over de stal. Wat doe je met je paard? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Wat moet je allemaal regelen? Bla 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 bla. Ja. Dus, dat was het eigenlijk. Ja. Ik ga rijden, denk ik. Die peert er gewoon even tussenuit. Capske op. Ja. En ik ben er weg van, jongens, want ik moet snel nog rijden, over 2 uurtjes zo moeten we vertrekken. Ja, ik ook. Nou, bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende keer. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!